Tijdens de survival run in de Kniepen vonden zondagmiddag twee ongevallen plaats. Even na 4 uur viel een 19-jarige atlete uit Heerenveen uit een 2 meter hoge hindernis en kwam daarbij op haar rug terecht. Ze liep daarbij rugletsel op. Ze werd met een traumaheli naar het UMCG in Groningen overgebracht. Kort daarna viel een 16-jarige atlete uit Gorendijk uit een 4 meter hoge hindernis. Ook zij werd met rugklachten per ambulance naar het ziekenhuis in Heerenveen overgebracht. De organisatie van de Survival Run besloot toen de wedstrijd te staken. Vrijdag was er nog geen vuiltje aan de lucht. Toen mochten kinderen en jongeren uit de Kniepen alvast kennis maken met het Survival Parcours.